Het COVID-19 management team heeft 3 clusters van besmettingen geconstateerd. In Paramaribo Noord is er een cluster van illegale Brazilianen, waardoor contacttracing moeizaam gaat. In de Goudvelden, waaronder Villa Brasil, is er een andere cluster, zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteravond in de congreszaal. We waren genoodzaakt deze meeting te houden, omdat we één conclusie hebben getrokken. En dat we voor wat COVID-19 betreft, dat we afglijden. De cijfers stegen. En voordat het erger wordt, voordat we alles uit de hand hebben, is het nodig om dus die meeting te moeten houden. En we zijn tot één besluit gekomen en dat is dat we moeten ingrijpen. We hebben gezien dat bijvoorbeeld op Tourtonne hebben we een cluster gehad van Brazilianen. En ook in het binnenland, volgens mij is het een plekje Villa Brazil, hebben we ook een cluster. En dit noodzaakt ons om in te grijpen. Suriname is in een alertfase. Het land kan zich geen tweede COVID-19-golf permitteren, zei minister Ummer Ramadien van Volksgezondheid. Wij hebben gezien en geconstateerd, en we zien dat al ongeveer vanaf medio november, dat het vrijgeven of het te brengen van de avondklok tussen 11 en 5 steeds meer ruimte gaf aan met name feestorganisatoren, maar ook individuen die huisfeestjes bouwden, personen in de horecasector die steeds meer risico's namen, terwijl eetgelegenheden slechts open waren voor afhaal en bezorging. Open terras werd er ook nog eens een band gecontracteerd of een DJ en nam niet weg dat er danspartijen ontstonden. Als er alcohol ook nog bij komt in het spel, dan weet u wat er gebeurt. De intimiteit neemt daarbij toe. Clubs, bars, dancings, die waren allemaal volgens het presidentieel besluit verboden. Waren gesloten. We hebben het trouwens gezien op Facebook, maar ook kregen wij de video's binnen, dat clubs, bars en dancings de laatste weken vooral normaal open waren. Neem nu weg dat de mensen zelfs op Facebook adverteren. Pakweg, kan ik zeggen, eigenlijk werd het presidentieel besluit genegeerd. Dat was wederom minister Ummer Ramadien van Volksgezondheid gisteren bij de COVID-19-update in de congreszaal. De regering heeft de avondklok teruggebracht naar 9 uur, omdat het aantal COVID-19-besmettingen plotseling is toegenomen.